dames en heren, vandaag was Sokkie-Porter te gast bij de voetbalvereniging Tricht, waar de bekerwedstrijd Tricht-CDW is gespeeld, onder tropische omstandigheden. Ja, trainer Marcel Versteen is, ik denk, vandaag een verdiende nederlaag. Ja, zeker wel. Al hebben we ook onze kansen wel gehad, Bas. En als je die niet benut, ja, dan is de nederlaag zeker verdiend. Ja. Ja, dat klopt. De eerste 25 minuten was echt wel voor CDW. Toen kwamen jullie meer in de wedstrijd, kregen we kansen, maar het ging een beetje slordig. Ja, dat was met name de eerste helft. Aan de bal was het gewoon niet goed genoeg. We maakten de verkeerde keuzes, spelen achter de man in. Niet dwingend genoeg. Te weinig mensen die een bal wilden hebben. En als we de bal hadden, dan waren we hem ook zo weer kwijt. Ja, dan kom je moeilijk in de wedstrijd. Tweede helft ging het wat beter. Wel iets meer verzorgen er ook. Maar toch bleven jullie het moeilijk houden tegen deze ploeg. Ja, deze ploeg speelt heel compact en dan moet je geduld hebben en moet je beter zijn aan de bal. Aan de andere kant, de eerste 5 minuten van de tweede helft krijgen we 3 kansen en die maken we niet. Nou, en dan het eerste moment dat we tegen een tegenstoot aanlopen, ja, dan krijg je de 2-0 ontmoren. Dan is het lastig, zeker met dit weer, tegen een goed georganiseerde tegenstander. Dus we hebben nog werk zat te doen. Ja, klopt, maar je hebt nog een paar weken. Ja, even over de competitie. Jullie zitten weer in een prachtige competitie. Vorig jaar toch netjes gehandhaafd. Dit seizoen, hoe denk je erover? Nog wat versterkt? Nou, wij moeten eerst maar zorgen dat we de prestatie van vorig jaar kunnen evenaren. Deze groep is jong. Hebben in ieder geval weer een jaar op tweede klas meegemaakt. Maar moeten absoluut veel beter als wat je vandaag gezien hebt. Dan kun je zeggen, ja, het weer, maar daar heeft een tegenstander ook last van. Maar het moet met name aan de bal wat beter. Er komen van de week nog wat jongens terug. Dus daar moeten we gaan fine-tunen. En dat gaat zeker lukken. Dus ik denk zeker dat Tricht net zo'n prestatie kan leveren als vorig seizoen. Daar gaan we in ieder geval alles aan doen, Bas. Ja, dat denk ik ook wel. Maar je had wel een moeilijke start, denk ik. Heukelum en Pelikanek erbij gezien in het begin. Ja, wij beginnen uit bij Heukelum. Dat is natuurlijk voor ons een hele lastige wedstrijd. Dan thuis tegen Pelikaan, dat is natuurlijk een van de favorieten. En dan komt GES hier naartoe, dat is ook lastig. En dan moeten we uit naar Sleeuwijk. Dus dat zijn de eerste 4 wedstrijden. Dat is inderdaad lastig. Maar er is voor ons geen ploeg waarvan we zeggen, nou, die gaan wij even pakken, Bas. En zeker op tweede klasniveau zullen wij echt nog wel stappen moeten maken. Maar we hebben nog tijd, dus er zijn nog 2 weken te gaan. We hebben volgende week WNC, dat is een prima oefenwedstrijd. En die laatste is Tiole thuis. Nou, dan moeten we het elftal hebben staan en dan moet er klaar voor zijn. En in de competitie, ja, jullie hebben altijd veel werklust, dus daar kun je ook veel mee compenseren. Zeker, dat hebben we ook. Maar met dit weer is dat toch lastiger. Hè? Dus dat zie je in Stroefveld. En al moet ik zeggen dat we een fantastisch veld hebben. Dus er is heel veel aandacht aan besteed. We sproeien regelmatig. Het is groen. Nou, de gasten van CDW zeggen ook van, joh, wat hebben jullie een prachtig veld. En als je op zo'n veld mag spelen, ja, dan wil je eigenlijk niet meer op kunstgras. Nee, dat begrijp ik. Marcel, ik wens je in ieder geval veel succes de komende competitie. En we zien elkaar nog zeker. Leuk dat je er was, Bas. Oké, bedankt, hè. Ja, trainer Maudie Spot, allereerst gefeliciteerd. Een dik verdiende overwinning, dacht ik vandaag. En ik denk ook dat hij zeer tevreden was. Ja, voor de eerste competitie, of zeg maar eerste bekerwedstrijd, zijn we hartstikke tevreden met het spel. Vertoonde spel en ook met het resultaat. En het is de eerste keer dat je echt ook om de punten speelt. En dan mag je wel tevreden zijn vandaag. Ja, jullie speelden ook erg compact. En het ene is te puntje misschien van kritiek wat ik heb. Dat ging later wel wat over, maar slordig uitverdedigen. Ja, nou, wij willen wel graag voetballen van achteruit. En daar hebben we ook veel op getraind. En af en toe nemen de jongens dan ook wel eens te veel risico. En dan gaat het af en toe mis. Maar ik vind het belangrijk dat je dat in oefenwedstrijden en in bekerwedstrijden en zeker tijdens de trainingen probeert. En dan zal dat in de competitiewedstrijden nog beter uitgevoerd worden door de jongens. Ik vind het belangrijk dat ze dat wel proberen. En een paar keer ging het mis. Gelukkig geen tegentreffen, maar het ging ook heel vaak goed. En dan kun je een hele mooie aanval opzetten. Ja, klopt. Want dat is op alle linies vrij hard. Zeker voorin ook gevaarlijke jongens. Snel. Ja, we hebben ook nog veel snelheid voorin. Behendige jongens. Dus die kun je wel op een boodschap sturen. Ja, jullie zijn na 1 jaar weer terug in de tweede klasse. Ja. Dat wordt een zware tweede klasse, denk ik, of niet? Ja, op papier is dat de zwaarste tweede klasse, zegt men. We zullen zien of dat echt zo is. Er zitten heel veel voetballende ploegen in. Maar ik denk als je een hecht team smeet,
dat je ook al een heel eind kunt komen in deze klasse. En ja, wijkbeduursteden moeten het hebben van eigen jongens. Er zijn jongens die al een tijdje met elkaar spelen. Die gaan voor elkaar door het vuur ook. Dan hoop ik dat wij ook alleen op basis daarvan al veel punten gaan halen. Ja, en Maas heb ik wel eens gehoord dat dat een behoorlijk team is, dat dat een van de favorieten is. Ja, Maas schijnt heel veel spelers gehaald te hebben. En ja, dat zal voor hen de uitdaging zijn om er een team van te maken. Wij hebben al een team, maar individueel gezien zullen zij wellicht sterker zijn. Maar als team hebben wij toch wel wat in de melk te brokkelen. Ja, en Almere en zo en de Meren, ja, dat weet ik ook niet precies. AFC hebben jullie er ook bij zitten en Benschop. Ja. Benschop heb ik gezien, was ook wel een aardige ploeg. Ja. Ik weet niet wat u verder van de teams weet. Ja, de ploeg uit Nieuwegein. AFC Nieuwland bijvoorbeeld. Allemaal wel ploegen uit de regio. Dat is leuk om tegen te spelen. Delta Sport Houten ligt tegen ons aan eigenlijk. Dat zijn leuke derbies om te spelen. En supporters zijn er heel blij mee om in de buurt te spelen. Want we hadden ook zomaar in Zuid of in Oost kunnen spelen. Ja, dat klopt. En het gaat nog wel eens een keertje door elkaar heen, hè? Ja, we zitten echt in het midden van het land. En dan zie je net als bij SVL Langbroek dat je wel eens in verschillende klassen Maar zo ik het vanmiddag toch gezien heb, zit er wel voor jullie toekomst in. Want het is echt dat ik over zijn begin een leuk spelende, voetballende, echt voetballende ploeg. Ja, dat compliment krijgen we wel vaker. En hopelijk levert het veel punten op. We willen echt aanvallend attractief voetbal spelen. En ja, laten we dat in de tweede klasse ook maar laten zien met voldoende punten. Oké, trainer, ik wens u veel succes. In ieder geval nog bedankt, hè? Ja, graag gedaan. Oké, hoor. Tot kijken. We'll be right back.